Het aantal toegediende vaccins is opeens flink gestegen. Zondag ging het aantal prikken opeens met 120.000 omhoog. Allemaal het resultaat van een nieuwe rekenmethode. Maar hoe kan zoiets? Daar ga ik over verder praten met data-expert Jorik Blijnberg. Jorik, ja, we hebben meteen om te duiden een, een grafiek waarop wij drie verschillende lijnen zien. Die zien we hier in beeld. Mm -hmm, uh, leg jij eens even uit welke drie lijnen we zien? Ja, we hebben de bovenste rode lijn, dat is het aantal vaccins dat is ontvangen. Uh, dat zijn nu een kleine 800.000. De blauwe lijn is daaronder, is wat eigenlijk dagelijks gerapporteerd, gerapporteerd was aan ons via uh, de mediacanalen en via het dashboard. Uh, de nieuwe lijn is, uh, is die, die paarse die daarboven ligt. Dus dat is echt wel wat hoger. En we, ik heb hem verder doorgetrokken naar de voorspelling die Hugo de Jonge gisteren gaf. Uh, dat er namelijk deze, twee, uh, deze week nog 250.000 vaccins bijkomen. Ja, en dat zijn dan uh, vaccins die uh, daadwerkelijk gaan uitgevoerd worden. Maar door een mm -hmm. andere manier te rekenen... hebben we opeens een overbrugging gemaakt van, van ruim 100.000. Nou is de grote vraag... Yeah. Hoe, hoe is dat te verklaren doordat je anders gaat uh, rekenen? Want of je hebt ze daadwerkelijk gegeven of daadwerkelijk niet, toch? Ja, inderdaad. Het is vrij simpel. Uh, normaal gesproken zou je verwachten dat, uh, dat we gewoon weten hoeveel daadwerkelijk is gegeven. Het RIVM heeft daar ook een heel mooi centraal registratiesysteem voor. Dat is ook heel belangrijk om natuurlijk te weten wie er gevaccineerd is. Omdat dat ook gecontroleerd wordt. En als er bijwerkingen zijn, ook wordt goed wordt geregistreerd. Um, maar het probleem was tot gisteren en wat we eigenlijk nog steeds hebben, is dat dat niet goed doorgegeven wordt aan de centrale organisaties. In ieder geval niet aan het ministerie. Wat het ministerie deed is uit openbare bronnen uh, of nou ja, eigenlijk vroegen ze aan bijvoorbeeld de GGD hoeveel prikken hebben jullie gezet. Ze vroegen ook aan uh, de ziekenhuizen hoeveel prikken hebben jullie gezet. Ze belden naar de uh, verzorgingsthuizen van hoeveel prikken hebben jullie gezet. Nou, dat is natuurlijk heel inefficiënt. En wat we begonnen te zien is dat de planning was uh, om ruim 200.000 vaccins toe te dienen deze week. Maar we zagen dat dat getal echt achterbleef lopen op het dashboard. Om die omslachtige manier van rapporteren. Ja. Wat, heeft, uh, wat heeft het ministerie nu gedaan? Die hebben gewoon aan het RIVM gevraagd: Oké, okay, hoeveel vaccins hebben jullie eigenlijk uitgeleverd? En op die manier maken ze nu een inschatting hoeveel er ook daadwerkelijk worden gezet. Want het is vrij logisch dat als je flacons met vaccins uh, 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 uitlevert. Dat daadwerkelijk ook al die vaccins worden toegediend binnen een bepaalde tijd. Min nog een klein percentage, dat noemen ze spelage. Uh, dus dat zijn eigenlijk vaccins die worden weggegooid omdat ze om wat voor reden ook niet kunnen worden toegediend. En dat is ongeveer 5 procent. Uh, dat is nu de schatting. Dus op basis daarvan heb je een beter beeld van wat het getal zou moeten zijn, maar het exacte getal. We hebben geen idee. Nee, nee. en uh, je, je noemt die eerste methode... die was heel inefficiënt eigenlijk... want ze gingen eigenlijk gewoon shoppen... bij verschillende organisaties. Is, mm -hmm. er, is, er, is er een argument te vinden... waarom het aanvankelijk op deze manier ging? Uh, ik durf het niet... nou ja, we, we, ik durf het niet precies te zeggen. Uh, we willen natuurlijk... Met, kijk, wat, wat, wat er aan de hand is... we zitten in een, in een ontzettend diepe crisis. En... Het vaccineren wordt gepresenteerd eigenlijk als oplossing om ons uit deze crisis te krijgen. En dan wil je natuurlijk wel weten hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met de oplossing? En om een of andere reden kan of wil het RIVM ons niet de cijfers geven zoals zij dat hebben. Misschien hebben ze het niet, dat zou natuurlijk heel zorgelijk zijn, maar we weten het gewoon niet. Uh, en op die manier hebben ze natuurlijk wel geprobeerd een beetje inzicht te geven oké, okay, hoe gaat het er nou mee en de ziekenhuizen die hadden de zaken goed op orde die konden ons gewoon dagelijks ook melden hoeveel uh, vaccins zijn er uitgeleverd maar nu zie je natuurlijk dat heel veel andere organisaties er ook mee bezig zijn niet alleen de ziekenhuizen, ook de GGD'en ook de zorginstellingen en nu zelfs de huisartsen dus op het moment dat je alle huisartsen die 5000 uh, moet gaan bellen van hé, hey, hoeveel vaccins heb je gezet dat werkt natuurlijk niet vandaar dat ze zijn overgestapt uh, maar goed, je wil uiteindelijk op het moment dat een huisarts uh, een vaccin geeft, uh, wil je dat de huisarts dat registreert, dat dat in het centrale, in het centrale systeem ook uh, uh, gewoon goed wordt geregistreerd, zodat we dat met z'n allen kunnen, uh, kunnen zien. Ja, maar we gaan dus nu, we gaan dus nu van, in plaats van, van uh, wat ik net zei, langs al die, uh, al, al die loketjes, gaan we nu kijken, dit is er uitgeleverd en dan mag je er redelijkerwijs van uitgaan. Dat daar 90, 95 procent minus een restje wat misschien achterblijft, daadwerkelijk ja. gebruikt is. Wat, wat, wat vind jij van die uh, nieuwe methode, los van het feit dat die ook getalsmatig beter, beter uitkomt? Ja, ik vind het heel zorgelijk dat we gewoon nog steeds de centrale registratie niet zo op orde hebben dat we het niet gewoon weten. Net zoals bijvoorbeeld op het moment dat iemand positief test, uh, weten we een paar dagen later dat, het positief, dat iemand positief is getest, komt dat netjes in open data terecht. En kunnen we zien uh, waar die persoon woont, wanneer die positief is getest, uh, wanneer de datum waren van de eerste klachten, of die persoon misschien opgenomen is, ja of nee. Het is heel raar dat wij dat natuurlijk niet weten van mensen die gewoon een spuitje hebben gehad. Namelijk hoeveel mensen hebben een spuitje gehad, waar wonen ze, hoe oud waren ze. Om een beetje ook in de gaten te kunnen houden hoe het nou eigenlijk staat met die vaccinatiestrategie. Of we inderdaad het juiste pad bewandelen. Ja, nou, nou, nou zijn de ziekenhuizen, want minister De Jonge heeft dit dus gezegd van de rekenmethode klopt er niet. Nou, dat heb je mm -hmm, net mm -hmm. uh, goed uh, geduid. Uh, maar daarbij zegt hij dus, ja, de ziekenhuizen liepen achter met rapporteren, maar dat klopt dus eigenlijk mm -hmm. niet. Het ging om al die uh, lo loketjes daaromheen, dat dat allemaal nog niet goed gemonitord werd. Ja, er zit een beetje een discrepantie tussen wat er nu op het dashboard staat en wat de ziekenhuizen zelf zeggen. Uh, volgens mij rapporteren de ziekenhuizen zelf via het landelijk netwerk acute zorg... Zij hebben gisteren aangegeven dat er uh, 4000 uh, medewerkers een eerste prik hebben gehad. En daarnaast, en ik heb hem hier ook gelijk bij, uh, zijn er zo'n uh, 1300 mensen geweest met een tweede prik al. Dat gaat iets langzamer dan de vorige keer. En dan nog daarbovenop zo'n 6000 uh, huisartsen die de ziekenhuizen hebben gevaccineerd. Dat komt neer op een, uh, ja, een kleine 5000 medewerkers uh, die zijn gevaccineerd via de ziekenhuizen. Terwijl op de schatting, op de dashboard, staat nu 80.000 prikken gezet door de ziekenhuizen. Dus daar zit ook een discrepantie tussen. En ik weet nog niet helemaal precies waar die uh, vandaan komt. En ik snap ook wel dat de ziekenhuizen ook zoiets hebben van, hé, hey, daar, daar, daar gebeuren rare dingen. Ja. En om eerlijk te zijn, ik heb ook geen idee precies waar de verschillen vandaan komen. Maar goed, dat komt dus ook omdat de rapportage nu een schatting is in plaats van daadwerkelijke gevallen. Ja, nou heeft de minister al, uh, die roept al een week dat we heel hard gaan inlopen de komende weken. Mm -hmm. Maar als ik nou jou, uh, jouw discrepantie hoor, dan vraag ik me af überhaupt, of dat inlopen ook überhaupt wel goed te meten is. Um, dat is dus lastig te, te zeggen. Uiteindelijk kan je natuurlijk wel zeggen, uh, hoeveel vaccins zijn er geleverd? Hoeveel zijn er binnengekomen bij ons? Hoeveel zijn er uitgegaan? En als je aan het eind van de week uh, meer hebt uitgeleverd dan er zijn binnengekomen, dan loop je natuurlijk in. Het lijkt er ook wel op uh, dat dat zal gebeuren. Oké. Okay. Ja, uh, we zijn geloof ik met een uh, tussen de 17 en 18 miljoen in dit land. Uh, ja. Minus de mensen die, hem, uh, die de vaccinatie niet uh, willen nemen. En, en voor wie het nog misschien mm -hmm, niet mm -hmm. nodig is. Wanneer denk jij. Ja, de jongeren uh, natuurlijk. Wanneer, ja. wanneer denk jij uh, dat, dat Nederland gevaccineerd is? Als we deze discrepanties, ik noem het woord opnieuw, even in aanmerking moeten nemen. Ja, ik denk dat we aan deze discrepantie daar kan je gewoon niet zoveel aan afleiden. Um, heel snel, als je heel snel rekent, lijkt het erop inderdaad dat we de komende weken uh, snel zullen inlopen. Minister de Jonge heeft ook gezegd dat we uh, rond week 8, dus eind februari, uh, nauwelijks voorraad nog meer over hebben. En daarna gaat het echt lopen en tellen van hoe snel gaat de levering van uh, de nieuwe vaccins. Uh, en dus, uh, de vaccins die al zijn toegelaten. en de nieuwe vaccins. zoals Janssen en AstraZeneca. AstraZeneca gaat gewoon wat langzamer. Um, daardoor de, gaat het überhaupt lang duren. Ja, maar dan uh, praten dan we echt wel over. Uh, we nog praten nog over praten. eind 2021, als ik je zo mag horen. Nee, nee. Er dus is nog gewoon heel veel zeker onzeker. Dat, dat ten eerste. Uh, als alles zou lopen zoals het zou moeten lopen. dan zijn we daadwerkelijk met z'n allen gevaccineerd. Uh, ja, aan het eind, uh, eind van de zomer, begin, uh, begin van de herfst. Maar er moet wel alles mee zitten. En we hebben in deze crisis gezien dat dat niet altijd gebeurt. Oké, okay. data expert Jorik je dankjewel voor jouw uh, commentaar.